Ik vind een Partij van de Arbeid moet trouw zijn aan zichzelf, moet respect tonen aan zichzelf. En ze gaat nu een kant op die ik niet langer kan dragen, omdat ik vind dat we een open partij moeten zijn. Zeker nu het zo moeilijk gaat met de Partij van de Arbeid. Met het vertrek van Monash gaat de strijd om het lijsttrekkerschap alleen nog maar tussen Diederik Samson en Lodewijk Asscher. De partijtop baalt flink van het vertrek van Monash. Wij hebben gisteren als partijbestuur echt nog heel lang geprobeerd om Jacques te overtuigen om wel die handschoen op te pakken. Maar het mocht niet baten. Ja, dat vind ik jammer. Het komt alleen niet onverwacht. Hier op de Albert Kuip ligt Monash vanmiddag toe waarom hij ermee stopt. Hij vindt dat het niet-leden te moeilijk wordt gemaakt om mee te stemmen. En dat hij te weinig invloed meer heeft op het verkiezingsprogramma. Ik zal daarom het partijbestuur en het fractiebestuur laten weten dat ik mijn lidmaatschap opzeg. De PvdA-leden kunnen nu nog maar kiezen uit twee kandidaten. Diederik Samson en Lodewijk Asscher. Maar dat zijn kandidaten die het inhoudelijk grotendeels met elkaar eens zijn. En dus is vooral de vraag welk poppetje de PvdA-leden het liefst zien als lijsttrekker.